brandweer zo op de normale methode met water en twee collega's voorzien van ademlucht deze woning gaan blussen. Hier komen behoorlijk wat temperaturen bij vrij. Dat loopt in de honderden graden. Zo warm dat ik ook even opzij ga. We laten de brand goed ontwikkelen. Tot een behoorlijk vlammenstadium. En de collega's zullen beginnen met het koelen van de rookgassen. En vervolgens de brand een knockdown geven. Ze zijn gekoeld. De vlammen zijn weg. Dat wil niet zeggen dat de brand uit is. Die brand kan blijven doorsmeulen. De temperatuur is nog hoog. En de collega's zullen zo over moeten gaan tot het koelen van de rookgassen en het verder afblussen van de brand. Het ontwikkelen van een woningbrand kan binnen enkele minuten gebeurd zijn. Denk aan een kerstboom in een woonkamer die al weken staat. Als dat in de brand vliegt, met meubels erbij, met eventueel kleding erbij, dan staat zo'n woonkamer binnen een aantal minuten volledig in de brand. De brandweer blijft ook trainen. Wekelijks en maandelijks, ook in diverse oefencentra, om bepaalde scenario's te simuleren waarbij ze diverse soorten woningbranden, maar ook diverse soorten technieken en tactieken toepassen om op een veilige methode dit soort branden te blussen. Is die brand helemaal uit, jongens? Nog niet? We kunnen niet klappen? Oké. De bevelvoerder zal een verkenning uitvoeren, normaal gesproken. Die zal naar binnen gaan met twee collega's. En die zal gaan bepalen of die brand daadwerkelijk uit is en dat hij zijn brandmeester kan geven. Of dat er nog verder afgeblust moet worden. Of dat er nog andere risico's zijn. Ja. Bewust hebben we de brand nu afgeblust. We zullen ervoor zorgen dat die brand weer gaat opladen, oplaaien. En dan zullen we nogmaals een inzet plegen op deze woningbrand. Die zich in een bijzonder rap tempo kan ontwikkelen tot een uitslaande brand. Veel regio's in Nederland doen vandaag de dag mee met projecten brandveilig wonen en werken. Denk aan het stimuleren van rookmelders, blusdekens, brandblussers en ook een veilige terugtocht naar buiten uw huis. Mocht een woning in de brand staan, dat u een veilige woning kunt verlaten. Landelijk lopen daar projecten, ook in Kennemerland, waarbij de brandweer actief woningen, wooninstellingen en bedrijven bezoekt om mensen bewust te laten worden van wat brand kan doen in uw woning en wat u er zelf aan kan doen om het te voorkomen of vroeg genoeg te kunnen detecteren. Denk aan rookmelders, blusdekens, brandblussers en weet waar u naartoe moet als er brand ontstaat in uw woning of slaapkamer. In de wintermaanden is koolmonoxide ook een gevaarlijk iets. Denk aan gijzers, fornuizen, gasbranders die koolmonoxide veroorzaken. Als er geen goede afvoer is in uw woning en koolmonoxide gaat zich ophopen, dan is dat levensgevaarlijk. Over koolmonoxide zijn melders te verkrijgen, koolmonoxide melders. Deze detecteren in een vroeg stadium de koolmonoxide in vooral oudere woningen die voorzien zijn van een gijzer, een gasbrander, ARI. Door het oudere type woningen. Klinkt goed.
We laten de brandweer, leuke woordspeling, weer opkomen. De collega's van de brandweer staan straks klaar om de gesimuleerde woningbrand weer te kunnen gaan afblussen. Hier gaan enkele minuten overheen. Temperaturen lopen op. Rook neemt toe. Beneden is het minder heet dan boven. De hitte stijgt naar boven. Daarom blijven wij als brandweer altijd laag. Daar is het minst warm. Wou je wat zeggen? We laten de brand nog eventjes ontwikkelen, zodat de temperatuur kan oplopen. De rook neemt toe. Dat kan in de honderden graden lopen, de temperatuur. Belangrijk voor de brandweer is om te weten waar bevindt die brand zich. Als we grotere woongebouwen hebben of kantoorgebouwen en de brandweer wordt erbij geroepen, is het belangrijk waar moeten wij naartoe om zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. Standaard in Nederland bij woningbranden gaat er 1 brandweerauto naartoe en 1 ladderwagen of hoogwerker. Dit kan uiteraard wel per gemeente verschillen. Mocht de brandweer gaan opschalen, wat normaal gesproken een kleine brand is, dan kunnen ze er middelbrand van maken en komt er een brandweereenheid bij om de eerste collega's te assisteren. Nou, daar komt hij. We hebben er even een brandversneller in gegooid. Anders moet u te lang wachten en dat willen wij u niet aandoen. De brand zal nog toenemen. De temperatuur neemt toe. En de woningbrand kan zich nu optimaal ontwikkelen. Na deze demonstratie van een woningbrand krijgen wij de spectaculaire demonstratie van brand in 2 auto's. Waarbij we 1 auto gaan blussen op de huidige methode met water. En 1 auto gaan blussen op de nieuwe methode die we ontwikkelen in Brandweer Nederland. Met water en schuim gemengd door elkaar. Het zogenaamde 1-7 systeem. Nou, de brand is uitslaand geworden. De collega's die pakken de hoge druk, de middeldruk brandslanghaspels. En die zullen zo laag mogelijk die brand uitmaken. Eerst het koelen van de rookgassen, zodat die temperatuur daalt. En daarna zullen ze de vlammen aanpakken. Hier komt ook behoorlijk wat stoom bij vrij. Wat ook behoorlijk qua temperatuur oploopt. Doen ze het een beetje goed? Ja, ze doen het heel goed. Als je nu kijkt naar de brand, is zo goed als uit. Ik ga nu een warmtebeeldcamera pakken om te kijken of er überhaupt nog ergens vuurraden zijn. Waar kan een warmtebeeldcamera nog meer voor gebruikt worden? In eerste instantie te kijken naar de temperatuurverschillen. Daarnaast kun je het ook gebruiken naar vloeistoffen of die opwarmen, gasflessen en dergelijke. Ga je niet van je werk afhouden. Een warmtebeeldcamera kunnen wij inzetten om te kijken of er eventueel nog inderdaad temperatuurverschillen zijn, vloeistoffen zijn die op temperatuur zijn, maar uiteraard ook voor slachtoffers. En als er nog mensen in het pand aanwezig zijn, kunnen we middels een warmtebeeldcamera infrarood kunnen we kijken of er nog temperatuurverschillen aanwezig zijn in het pand. Zeker in een omgeving die vol met rook staat, waar we niet zomaar naar binnen kunnen, grote ruimtes,
werkt een warmtebeeldcamera effectief en doeltreffend. Het is belangrijk om inderdaad beginnende branden snel te detecteren. Dus het gebruik van rookmelders in woningen of woninginstellingen is daar essentieel van belang voor. De brand of de rook snel detecteren, eventueel beginnende branden zelf te blussen en natuurlijk in een vroeg stadium de brandweer bellen. De collega's zijn nu binnen in de gesimuleerde woning. Die zullen de brand verder afblussen en één collega buiten blijft met de warmtebeeldcamera staan om te kijken wat de temperatuurverschillen zijn en of er eventueel nog mensen in de gesimuleerde woning aanwezig zijn. En een fotomoment voor de collega's. Na deze spectaculaire inzet van de woningbrand staan de twee auto's hier aan de voorzijde inmiddels ook al te branden. Ik ga naar mijn kant. Dat wil zeggen, aansluitend laten wij zien wat het verschil is bij brand in een auto om die te blussen met water en om die te blussen met water en schuim. Het zogenaamde 1-7 systeem. De bos Beverwijk van de veiligheidsregio Kennemerland zal de auto blussen met water op de huidige methode, zoals dat nog in heel Brand van Nederland nog toegepast. En de collega's van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Hilversum en Bussum, die zullen demonstreren hoe de auto geblust wordt met water en schuim. Dat is een ontwikkeling die momenteel in het land gaande is, waarmee geëxperimenteerd wordt en meerdere diensten zoals TNO en veiligheidsregio's actief mee bezig zijn. Uiteraard willen we er wel voor zorgen dat de auto's goed branden. Dus we laten de vlammen even het werk doen. Zodat de collega's straks positie kunnen innemen. En op twee verschillende methodes de twee verschillende auto's te gaan blussen. Uiteraard deze veiligheidsdag die de Post Beverwijk heeft georganiseerd, hebben wij hulp gekregen van een aantal bedrijven en instanties. De gemeente Beverwijk die gezorgd heeft voor het autoluw maken van dit gebied. De veiligheidsregio Kennemerland voor het beschikbaar stellen van het eigen materieel hiero. Maar ook de firma Bogaard, de firma Buco, Jordi van der Meij evenementen, die wij dankbaar zijn. En natuurlijk Arends Safety Support. Ik hoor net Jordi van den Berg, neem me niet kwalijk. Jordi van den Berg evenementen. De auto's staan inmiddels al aardig te branden. De collega's die gaan straks positie innemen, waarbij we straks laten zien twee methodes van het blussen van autobranden. Eén op de huidige wijze met water en één op de manier die op dit moment in Nederland in ontwikkeling is. Water en schuim. Die laatste methode wordt actief mee geëxperimenteerd in Brand in Nederland. Een aantal veiligheidsregio's nemen daar aan deel. Om met een kleinere voertuigbezetting dan standaard 6 personen op een brandweerauto te werken met 2 of 4 mensen op een brandweerauto, waarbij ze sneller aanwezig kunnen zijn en doeltreffend op een nieuwe methode kunnen inzetten.
Uiteraard zitten daar risico's aan. In de zin van bij brand aankomen met minder mensen dan wij in Brand van Nederland gewend zijn. Normaal gesproken komen we met minimaal 6 personen aan bij een brand. En op de nieuwe methodes met 2 of 4 personen. Dat wil zeggen dat er een taak is weggelegd voor de bevelvoerder op een brandweerauto. De leidinggevende die zal eerder moeten inschatten of hij de brand met 2 of 4 personen aan kan. Of dat hij sneller moet opschalen en meer voertuigen en mensen nodig heeft. Nou, de auto's beginnen al goed te branden. Het wordt hier ook lekker warm. Niet alleen door de zon, maar ook door de vlammen. En we zullen straks zien welke auto als eerste geblust is. Auto's vandaag al eerder gebrand hebben, duurt het wat langer voordat ze echt in de brand staan. We hebben deze auto's vanochtend en vanmiddag ook al gebruikt voor een aantal demonstraties, waarbij we hulp kregen van de Nationale Reserves die een persoon hebben aangehouden die een wapen bij zich had. Ik hoor net dat we nu gaan beginnen. De collega's vanaf het Rik gezien aan de linkerzijde, de veiligheidsregio Gooi en Verstreek, die zullen de auto met het 1-7 systeem gaan blussen. Water gemengd met schuim. En de collega's aan de rechterzijde zullen de auto blussen met water. Het is ook te zien dat bij het 1-7 systeem er toch meer druk achter zit, waterdruk achter zit, dan bij het blussen met normaal water. Voordeel van het 1-7 systeem, water en schuim, is dat het niet alleen koelt, maar het dekt het brandbare materiaal ook af. Het is een schuimdeken, een schuimlaagje, wat over het brandend materiaal wordt gelegd. Het dekt gelijk af, zodat er geen zuurstof meer bij kan. En de brand kan niet of nauwelijks herontsteken. Dat in tegenstelling tot water. Water heeft een koelend vermogen, alleen blijft niet op het brandbare materiaal liggen. Zo te zien zijn beide auto's nagenoeg gelijktijdig uit. Is het niet dat we natuurlijk een aantal pellets in hebben moeten leggen om de brand een beetje te laten versnellen, omdat de beide auto's vanochtend ook al hebben gebrand. Ik zou zeggen, applaus voor het demo-team. Dit was het einde van de demonstraties op de Veiligheidsdag 2012. Namens de post Beverwijk van de veiligheidsregio Kennemerland bedank ik u voor uw aanwezigheid hier op de demonstraties. De veiligheidsdag duurt tot 4:30 vanmiddag. Er zijn nog diverse kraampjes waar u wat lekkers kunt eten en kunt drinken. Dus ga vooral niet weg. Blijf nog even gezellig. Het is mooi weer. Na 4:30 een hapje en een drankje.